Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Border Survival. We staan hier op onze prachtige... We staan hier op onze prachtige bijenfarm die ik in mijn eentje vorige aflevering gebouwd heb. Justin is in de vorige aflevering superrijk geworden. Die heeft allemaal diamonds voor elkaar gekregen. En Rick heeft niet zoveel gedaan vorige aflevering. Dus Rick, om die reden heb ik één hele goede taak voor jou, oké? Jij moet deze aflevering Netherite proberen te regelen. Justin, weet het mee? 100%. 100%, ja. Justin, jij krijgt ook een leuke taak straks. Maar Rick, jij moet Netherite regelen. Ik ga alles omtrent honing regelen. Dus dan kunnen we koperblokken, dan kunnen we kaarsen, dan kunnen we weet ik voor wat allemaal. Kunnen allemaal regelen. Ga ik allemaal doen. Ja. En ik beoordeel alles? Nee. Ja. Waarom? Justin, ik wil dat jij de farm uitbreidt. Nou, helemaal hier. Wat? Oké. Justin heeft hier full diamond. Die heeft hier de beste spullen. Die moet... Maar die gaat alles kwijtraken als hij om zich te verdedigen. En ik heb niks. Ik heb een goud armor wat bijna kapot is. En de Nether heb je daar meer aan. Succes. Ik neem deze diamond mee en als die overlijdt, dan is dat echt aan jullie. Ja, helemaal goed. Rick, succes met Netherite halen. Ja, wacht even. Justin, succes met de farm. Ik ga... Zullen we eens even slapen voordat we ons af en toe beginnen? Ja, dat is goed. Ruim je rommel op. Ja, pak ze even op. Maar de farm moet gewoon wat groter. Ja, wel even een stukje groter. Gewoon best wel een stuk groter. Waarom? Ik ben het niet... Hoezo een poeptaak? Weet je hoe een eer het is dat jij dat mag doen, Rick? Ja, Rick. Nee, dat Justin weer niks hoeft te doen. Ja, maar dan heb je... Nee, maar... Nee, hallo. Justin heeft zo zijn best gedaan. Laat even slapen. Justin heeft op wat? Oké, jongens, hou dit bed bij je voor de hele aflevering. Dat is belangrijk. Essentieel. Ik ga dit bed kwijtraken. Dat maakt niet uit. Stik je maar in je bed. We gaan beginnen met onze taken, jongens. Ik ga al het kopen wat we hebben hier, wat ik kan vinden, ga ik omtoveren. Wat zit jij te lachen, Justin? Ja, geweldig. Ik zie aan Rick, mijn poppetje, dat het gewoon niet zo goed gaat met hem. Nee, ik ben hier echt niet blij mee. Het gaat niet zo goed met Justin of met Rick. Ik vind het niet leuk wat jullie mij aandoen. Ik zie gewoon aan dat het niet zo goed met hem gaat. Ik heb gewoon lekkere pepernoten, ik hoef niet zoveel te doen. Ik kan gewoon lekker rustig beginnen. Niet zoveel te doen, jij moet echt een mega grote farm maken. Ik heb nog ook een diamond pickaxe nodig voor Netherite, of niet? Kijk, hoe komt ie? Oh, kom maar. Of kopper, maar dan bakst. Nee, die hadden we nog niet. Ik heb er nog geen nodig, Justin. Nee, daar kan je een hoofd van maken, Rick. En jongens, die gaan we hierin doen. Die gaan we hierin doen. Maar hou even op. Nee, allemaal blokken aan het verzamelen. Is geweldig, noem je dat? Nee, niemand? Nee. Oké. Ik ben even niet amused op het moment. Waarom niet? Oh, deze moet trouwens ook nog. Waarom niet? Ja, waarom niet? Max, wat denk je nou? Ik heb jou een leuke taak gegeven. Netherite, een hoge eer. Ik verwacht dat je minimaal... 1 netherite heb dan 2, 3, 4. 4 netherite. Oké. Ingots. Hier, ik neem ook even deze. Honing in een bottle. Oh, ik denk ook nog niet. Alsjeblieft, Rick. Rick, heb je al netherite? Hou op, maat. Rick, kom op. Rick. Ik zit nu te googlen welk level ik moet zitten. In de Nether. In de Nether, inderdaad. Ja, maar ik moet het netherite level toch hebben, waar ik moet zitten. Oh, dat is min 58. Ja. Nee, dat is min 15. Nee, volgens mij 32 of zo. 15. 15 is de beste. Ik ga dit allemaal waksen, jongens. Ik ben een grote wakser vandaag. Wakser de makser. Hoi, Justin. Hoi. Hoe is je farm al af? Bijna. Echt? Mag ik zien? Ja. Laat maar zien dan. Ja. Dat zie ik net zo mooi als die van mij wordt. Wacht even dan. Ga maar verder. Ja, kijk, komt die wax. Wow! Het kwam precies uit! Het kwam precies. Justin, ga eens weg. Justin! We gaan weg! Ik wil ook punten! Nee, dat zijn mijn puntjes. Ik doe mijn best hiervoor. Justin, die zit mijn puntjes hier te claimen. Ja, maar kijk dit nou! Kijk, we gaan! Oh, jongens. Wat een uitslover, zeg. Jeetje! Dat heb ik een aantal punten verzameld. Ja. Wat kan je allemaal met honingbottels? Oké. Dankjewel eerst voor je input. Oh, dit wordt echt een trieste tocht. We zitten al op 70,8%. Ja, Rick, hoe zit het? Ja, niet goed. Hoezo niet? Ja, ik zit hier een beetje te hakken. Je hebt een makkelijkste taken, je moet alleen maar een beetje te minen. En dan heb je straks ook een full setje in Netherite. Ik heb het. Heb je Netherite? Ja. Heb je eentje in de breeze? Ja. Ik geloof het niet. Ja, ik heb het toch echt. Nice, oké, goed zo. Hak zoveel mogelijk. Zou Sebastian de willen bleuren? Nee, Sebastian. Zo werkt dat niet. Zou je Justin willen bleuren? Gewoon zijn POV bleuren. Dat is zo nutteloos om naar te kijken. Ja, maar dat is meestal als je een varken maakt. Hoezo nutteloos? Weet je hoe geweldig content jij nu levert? Oh ja, sorry. Ik ga kaars maken, jongens. Dat is nutteloos. Kaas? Hoezo? Ja, kaars! Nee, niet een kaas. Een kaars. Dat is jouw lievelings. Er zit maar één R in hoor, Max. Ik beschik kaas. Oh, sorry, ik dacht dat er meerdere R in zaten. Dat maakt niet uit. Netjes voor de volgende keer. Die verwarring heb ik al eens. Ik vind meerdere dingen verwarrend. Jou ook, Rick. Weet je wat ik verwarrend vind? Nou. Dat ik weer zo'n poeptaak krijg, terwijl ik altijd gewoon netjes mijn taak uitvoer. Jij hebt een geweldige taak. Ja, nou dan ga je deze ook netjes uitvoeren. Nee, ik moet altijd Justin zijn troep opruimen. 32 en je kan terugkomen. Ik had de vorige keer ook heel veel. Meer dan 15. 32? Jij bent gek, hè? Jij bent echt hallo, ik had de vorige keer ook meer dan 15. Ja, Justin. Ja, Rick, wat wil je erop zeggen, hè? Diamond is even iets makkelijker als Netherite. Gewoon net zoals een ander, net zo'n blokje. Gewoon hakken. Oh, ja. Gewoon hakken, Rick. Niet zo moeilijk doen nou. Ik ga heel even op avontuur, want ik moet toch wachten op de bijtjes. Een beetje. Dus je gaat je taken in één keer verwaarlozen? Nee. Ik ga even kijken, nu de border weer een stuk verder is, hoe ver we kunnen avonturieren over de zee. Het is heel belangrijk. Ik denk 20 blokjes. Sebastian. Nee, we hebben de vorige aflevering ook niet gekeken. Wacht even. Sebastian, kan je even mijn POV laten zien? Wat voor moois ik hier heb. Oh, oké. Rick, wat ziet dat er goed uit. Thanks. Ja, super vet hoor, Rick. Nou, ik kom er weer aan hoor. Rick. Dan kom je terug? Ja, ik kom weer terug. Ik heb weer een kist gevonden met een berry, treasure map jongens en smithing templates. Wat is de... Oh, oké. Misschien dat ik deze wel even kan... Wacht, er zijn meer kisten. Laat ik even meer doen. Nou jongens, weten jullie wat ik heb? Nou, wat zou het zijn? Jeetje, mineetje. Ik heb al nog items. Ik vond het weer gezellig, jongens. Netherite ingot. Oh, je hebt een Netherite ingot. Ja, je moet er wel meer maken. Je moet een beetje je best doen, Rick. Ik heb mijn taak volbracht. Ik moest Netherite fixen. Nee, meer. Justin heeft echt uit de stress gedaan. Ik had er 15. Jij moet een minimaal 16. Dit zou echt gewoon een smid zijn op Justin zijn voor je taak vorige keer. Minimaal 16, toch, Max? Ja. Nou. Nee, ik zei 4 aan het begin. 4? Je zei 1. 4. Hij is ook gewoon weer teruggekomen. 4 ingots. Ja, tuurlijk ben ik teruggekomen. Mijn taak is volbracht. 4. Weet je hoeveel dat is? Jongens, ik zie Acacia hout. Ja, echt? Maar dat... Weet je dat is nieuw. Nee, maar weet je dat... Nee, Justin, ik wil hetzelfde enthousiasme hebben als dat Rick mij geeft. Jongens, ik zie Acacia hout. Oh, wat vet. Super vet, man. Hey. Wow. Dat is toch dat oranje lelijk hout? Ik ben trots op jou. Ja, maar dat hebben we nog niet. Oh. Dat is de bedoeling. Oh, ja. Kan jij met silkdarts hakken, dat ik het dan weer normaal kan hakken? Dan heb ik ook wat extra puntjes. En mangrove zie ik daar. Maar ik heb alleen geen X bij me. Maar jongens, wat geweldig. Wat geweldig. Wat geweldig. Sebastian, confetti. Confetti. Maar wel op Justin's beeld, confetti. Ja, op Justin's beeld. Ja. Hey. Oké, een iron X kan ik maken, omdat ik gelukkig ijzer in een dinges had gevonden. Jongens, ik ben echt gewoon, ik ben goed. Vinden jullie dat ook? Goed, kijk nou. Kijk nou, ik ga echt gewoon... Deze aflevering wordt de beste aflevering ooit. Omdat Sebastian er niet in zit. Wil je dat nou zeggen? Sebastian, wat vind je ervan? Dat Max dat zegt. Oké, ik heb hier allemaal soorten hout. Daar ga ik allemaal wat leuke dingen van maken. Komt-ie. Ja. Ten eerste gaan wij maken... Even slap zo. Hoppakee. Oh. Woe! Komt hier nog meer. Ik ga nog meer maken. Ja, maar het is wel even... Het is nu wel klaar, vind ik. Oh! Nee, het is niet klaar, Justin. Stop maar weer, hoor. Nee. Oh, nog meer. Heb je al een boot? Ik ga voor jou nu een boot maken. En dan ook een boot met een kist. Nou, dat wil ik niet. Jawel. Nee, dat wil ik niet. Rick wil dat, doe dat ook maar even. Okay, ik wil het voor jou. Maak Rick zijn droom werkelijkheid. Hoe doe je dat? Hoe krijg je dat? Een boot met een kist? Je doet gewoon simpel. Ja, confetti! Hey, sign! Ja, nog geen confetti! In het rood. Rood? Dat is wel heel specifiek. Een gate! Die hadden we ook nog niet! Confetti! Een sign! Of een confetti! Nee, geen confetti meer. Geen confetti niet. Laat die arme Sebastian met rust. Jongens, tijd om te slapen. Nu alweer. Ik zit in een nether. Ik heb geen slapen. Slaaptijd. Lekker slapen. Ik lieg. Jongens, ik kan ook als het goed is mangrove. Ja, mangrove kan ik al hakken. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Het is unbelievable. Het is unbelievable. Oh, wacht, ik heb alleen de blaadjes, was ik vergeten. Dat mag ik ook nog even hakken. Nee, kijk. Ik kan niet alles zeggen. Maakt niet uit. Nee, Justin. Hier. Boom. Acacia lief. Wauw. Rick, weet je wat we sowieso straks gaan horen? Ik heb dit verzameld en wat hebben jullie gedaan? Jullie hebben maar een farmpje gemaakt en wat spulletjes. Kom op man, hé. Een village, ja, jongens. Ik ga bellen verzamelen. Wat een geweldige aflevering is. Wat hebben jullie gedaan? Een beetje farm zitten maken en andere nuttige dingen. Dat doe ik weer, Rick. Hier, hoppa. Waarom jij, Rick? Wat doe jij? Ik heb letterlijk Netherite gefixt. Hoppa. Jullie zitten weer te zeiken. Ik ga wel al deze dingen even weggooien die ik heb verzameld. Ja, is goed. Nee, je moet het ding in huis in. Daar heb ik geen ruimte meer voor. Ja, maat. Wat? Ga je nou serieus de regels verbreken van... Je gaat nu je eigen regels verbreken, Max. Oké, ik bewaar het, ik bewaar het. Dat dacht ik. Ik bewaar het. Nu even een shot dat Max iets weggooit. Ja, dan ga je maar even... Ja, doe maar nu even een shot dat ik dingen wegga. Maar ik gooi dingen weg die niet belangrijk zijn. Zoals die we wel opnieuw kunnen maken. Zijn die. Ja, maar dat is toch zonde, Max? Nee, ja. Jij bent zonde. Dan gaat de crafty table eerst stuk, hè? Ik ga nu weg. Hoppa, allemaal hout weer, jongens, dit. Allemaal hout weer. En een village ga ik zo meteen ook nog eens leegroven. Dus dan hebben we bellen, dan hebben we andere goede dingen. Ja, en een lege village en boze mensen. Nou, leuk, man. Hey. Leuk fan ben je. Nou, ik wil het nog niet zeggen, maar... Daar komt-ie, hè? Boom. Zo. Komt-ie? Boom. Nee, meen je niet. Oh. Ja, ik meen het. Gaat het nog gekker worden? Ja, het gaat nog gekker worden. Komt-ie. Komt-ie? Wacht. Ja, doe dit. Boom. Boom. Nee, joh. Zo. Geweldig. Wacht, boom. Nee, oh. Nee, joh. Oh, nee, joh. Nee, joh. Kijk hem gaan. Oh, de boot. Echt nog waar is de boot? Dat je dat ook jezelf zegt. Zie hem gaan. Ja, mooi, hè. Je bent wel echt vol van jezelf, hè? Ja. Ja, ik ben gewoon trots dat jullie dit niet doen en ik wel. Je bent trots dat wij dit niet doen. Je wil gewoon die kist in een boot. Ja, maar nu krijg je allemaal van die comments. Max is echt veel beter. Max doet echt veel meer. Nee, niemand gaat dat commenten. Iedereen gaat. Ik ga het zelf commenten, denk ik. Ik wil graag een comment dat Justin en ik het ook goed doen. Ja, dat klopt. Maar jullie doen het ook goed. Ja, maar dan staat Rick. Weet je wat het is? Dan staat er al Justin en Rick doen het ook goed. En dan tussen haakjes ook, niet zo. Inderdaad, ook. Ja. Ook. Die is vooral belangrijk. Nee, maar dan staat er ook van... Ja, maar Max doet wel beter tussen haakjes. Nee, niemand gaat dat zeggen, Justin. Gewoon een beetje zelfvertrouwen hebben. Ja, maar mijn zelfvertrouwen is door jou gekwetst. Ja. Oh, jongens, kijk eens. Oh. Oh, jongens, kijk eens. Ik heb echt te veel spullen gewoon nu. Je moet toch de boot in de kist. Ook nog even flexen dat je veel spullen heeft, Rick. Hoor je dat? Ja, echt, hè. Ik heb ook heel veel spullen. Ik heb bijna een hele inventory vol netherite. Wacht, ik ga gewoon... Ik ga gewoon alles in zo'n boot met kist doen. Daar ga ik er zo meteen mee terug. Dat helemaal niet, Justin. Rick, wat heb jij? Dat ga ik doen. Netherite, dat zeg ik net. Ja, ja. Maak een shot. Wauw. Zie je dit shot, Justin? Nee. Een kikker! Hoe krijg je een Froglight? Hoe werkt dat? Je moet hem afslachten. Ja. Nee. Je pakt hem bij zijn nek. Je doet 360 graden draaien. En dan tussen een schroefbank. En de andere kant doe je dat bij de trekhak van de auto en dan ga je heel hard... Justin, ophouden nou. Zou Sebastian dat willen tekenen voor mij? Nee, dat gaat hij niet doen. Dat verbied ik Sebastian. Nee, dat kan ik niet verbieden. Nee, dat doe ik. Hey, kat! En de cactus! Sebastian, als je dat leuk lijkt, mag je dat wel doen, hoor. Als je dat leuk lijkt, mag je dat doen. Ik denk niet dat het hem leuk lijkt. Maar hoe weet je dat nou weer dan? Oké, jongens, ik ben hier in een village. En wat kan ik hier allemaal reden? Wie wonen er? Wie wonen er? Ja, villagers. Oké, dorpelingen, oké. Dorpelingen. Heel veel cactus hebben ze. Ze hebben weed, ze hebben een boekje klei en een dead bush. Is het een beetje en ze hadden een is het een beetje een soort Friesdorp of dat niet? Een Friesdorp? Waarom zou het een Friesdorp zijn? Iets Drents of zo? Nee, het is een beetje Westers juist. Westers? Oh, ja. Ach. Of Oosters, sorry, Oosters. Oost. Een beetje Gelderland. Nee, misschien toch een beetje Fries dit dorp. Oké, jeetje, dat is wel iets anders dan West. Ja. Dat is een stuk beter. Hé, hey, kameel! Jeetje! En een bel! Ik ga die bel pakken. Dat ging echt zo van, jeetje, jij je. Hoppa! Kijk, een bel, die hadden we dan nodig. Ik hak ook al die, die wheat even, die suiker... nee, hoe noem je dat? Hooibalen, want dan hebben we gewoon heel veel eten. Kijk, Justin, ben jij voor het eten? Ben ik al iedereen staak aan het doen, hè, hier. Waar is je netherite dan? Ja, die heb ik niet. Ja, nou dan. Niet zo groot. Kan ik niet traden met deze mannetjes? Het zijn nitwits. Volgens mij zijn het allemaal nitwits. Ja, het is familie van jou. Oh. Ja, die was leuk, Oei, Justin. Mag dat op het tegeltje? Mag dat op het tegeltje? Oh, nee. Ga jou op het tegeltje zetten. Ik krijg voor je verjaardag, Justin. Echt? Ja, je bent alweer bijna jarig. Ja, wat krijg ik van jullie eigenlijk? We gaan even iets kopen in december. Oh. Niet aankomen hoor, volgend jaar december. Oh, we gaan we dan... Justin, wanneer ben je jarig? Dat is 3. 6 januari. 6 januari? Hoe wist je dat? Wat wil je voor je verjaardag? Iets heel vets. Iets heel vets? Ja, niet letterlijk vets, maar gewoon iets heel cools. Maar ook niet cool, want dan krijg ik een ijsblokje of zo. Je bent wel goed voorbereid op alle mogelijke foute dingen. Zullen we samen iets regelen, Max? Iets vet cools. Echt iets vet cools. Nee. Dus gewoon een ijsblokje in het vet. Blastfurnace, hadden we die al? Nee, die hadden we helemaal nog niet. Vet. Nee joh, hebben we al een smoker? Vet, nee. En jij bent een smoker? Nee, ik rook niet. Paf. Doe niet aan roken. Jeetje jongens, ik heb echt al zoveel goede spulletjes. Jeetje jongens, ik ben weer terug, want ik heb niks meer gevonden sinds die netherite. Dus... Dat meen je? Ja, ik meen het. Maar dan ben je dus weer terug. Neem maar even de bijentaak over, Rick. Nou, dan mag je dat doen. Oké. Ga maar al die kaarsen maken. Waarom zeg je ook maar? Maar dan zit ik weer met al die kleurtjes. Ja, succes. Oh, ik moet even mijn spullen doen. Ik neem al deze bedden mee, want we komen al die bedden tekort. Bok op met je spullen. Ik stort ze in de zee. Dat is de Greenpeace. Yes, waar liggen die wakse dingen dan? Ja, die moet je zelf maken. Ja, maat. Ja, hoe doe ik dat? Ik heb al het koper al gedaan, dat hoef je niet meer te doen. Nee, maar hoe doe ik wax maken dan? Wax? Je hebt niks met wax nodig. Ja, hoe kom ik aan die bijen dingetjes dan? Ja, met een schaar op zo'n bijenkorf. Heb je een schaar, Justin? Ja. Wat hebben we hier in de kist? Oké, allemaal goede dingetjes. Ik heb hem gepinkt hier. Ja, kom maar op. Ja. Hij zit op 90 denk ik, of niet? Ja, is correct. Hij is correct. Ik heb het. Hij heeft het! Oké, ik heb heel goed dit dorp helemaal leeg geplunderd. Ik heb heel veel nieuw hout. Ja, ik heb heel veel nieuw hout. Wat? Ik hak het alleen even weg. Nee, je gooit de troep naar binnen. Nee, dat is niet waar. Zijn er specifiek dingen in een village die je kan pakken die echt alleen exclusief in een village zijn? Villagers. Jongen. We kunnen hier wel villages laten vandaan halen, dat is wel een goeie. Heb je al een kaars gemaakt, of dat niet? Nee, nee. Ik heb nog geen kaars gemaakt. Oh. Kijk! Lekker Rick! Lekker hoor, Rick. Hey. Super vet man, hey. Rick. Ik weet niet wie dat heeft gezegd, maar dat klopt niet. Jammer van je, Justine. Maar niet uit, Rick. Lekker hoor, Rick, hey. Lekker Rick, joh. Je bent echt goed bezig vandaag. Ja. Ik ben echt trots op jou. Heb je al... hoeveel netherite heb je al? 1. Hoezo 1? Ja, en het erg is, we hadden nog 2 in de kist zitten. Dus die man heeft echt zo weinig gehakt. Dat hij die in de kist ook gebruikt heeft. 100%. Rick, ik zou niet durven. Ik heb het. Ik heb het gebruikt. Waarom zijn er zoveel villages? En volgens mij zijn het allemaal nitwits. Of ze hebben gewoon geen baan. Het zijn echt veel. Dus jij noemt mensen die geen baan hebben nitwits? In Minecraft wel, ja. Justin, waarom ben je dit aan het vullen met deur? Dit ziet er niet mooi uit. Rick, jij bent ook niet mooi. Dit is boeien. Wow, Justin, man. Justin, wow. Dat staat weer nergens. Justin, dit is echt heel lelijk. Alsjeblieft, stop ermee. Justin, stop. Ja, hebben we iets... Stop lekker zelf, Rick. Ik wil weten, hoe krijg je froglights? Die hebben we ook nodig. Volgens mij moet je dan... laten breeden ofzo. Hoe breed je ze? Ja, dat weet ik niet. Met ik ga het opzoeken. Minecraft, how to... Oh, Rick zoekt het op. How to make a bit challenging, but it's worth the hassle. The only way to get is when frog eats a tiny magma cube. Een magma cube? Dus je moet dat ding meenemen. Je moet hem meenemen naar de nether en dan moet hij de kleinste magma cube eten. En dan krijg je een froglight. Ja. Waarom zo moeilijk? Wat is dat nou? Waar slaat dat nou weer op? Ja, dat lees ik hier. Ja. En als je de coolste kleur wil, dan moet je hem de Ender Dragon laten opeten. Nee. Nee, dat klopt. Ik schrok al. Ik dacht, ik schrok echt. Je had me bijna te pakken. Goed hoor, Rick. Hey. Goed, hè? Goed voor jou, Rick. Wat een leuk geintje. Ja. Mag ik even een applausje, Sebastian? Ja, doe even een applausje. Een applausje erin, Ritten. Hé, maar hoe lang doen die bijen erover om weer wat nieuws te maken? Wanneer ze er zin in hebben, Rick. Dat doen ze alleen overdag. Nee, nu ben ik hier weer! Het is nacht. Doordat ik naar de lobby ben gegaan, span ik weer helemaal bij onze basis. Oh. Hey. Zullen we dan gelijk even slapen? Voor je. Hey. Waarom ligt er zoveel netherrack daar? Ja, laten we gelijk slapen. Ik vind het een goeie. Ik moet even een bed gaan pakken. Hier, ik heb een bed voor je, Rick. Oh, lekker. Ik heb de village leeggeroofd. Hier, oké. Justin, kan je ook slapen? Nee, ik ben aan het werk. Ik lig. Lekker. Jawel, hè? Hey, Rick. Oh, goeiedag. Wat doe je in mijn bed? Ga sorry. Bij jou lacht gewoon zo... Oh, ja, sorry. Maar lag gewoon zo lekker warm. Ik had koud vannacht. Jongens, ik ga de bel bij het Kauwkauwhuis plaatsen. Nee, trouwens, de bel hoort hier. Het is zeker een hele prachtige plek voor hem. Dit is echt een prachtige plek voor een bel. Zo, op mijn farm. Ja, nee, ja, in het dingshuis hier zo. Ja, op mijn farm. Hier zo. Het dierhuis. Ja, nice. Goed, hè? Is niet leuk. Een diamond hoe, is dat goed? Die hadden we al. Ja, maar ik heb eentje nodig voor mijn farm. Nee, niet wat diamonds. Alsjeblieft, niet van diamonds. Justin, ik ben wel trots op je. Je maakt de farm wel echt groot. Je bent wel een beetje veel water, maar dat maakt niet uit. Kijk, nee. Is het niet mooier om er een soort rivier doorheen te laten lopen? Ja, Rick, wat een ongelooflijk goed idee. Hashtag doe het lekker zelf. Ik kist ophalen. Oké. Ik had hier een kist met een boot achtergelaten, dus die ga ik even ophalen. Ja. Dan kunnen we de spulletjes die erin zitten, kan ik meenemen. Hebben men nog dingen die ze graag willen verplanten? Ik ben al dingen aan het planten. Wat? Ben jij dingen in mijn taak aan het doen? Ja, ik denk dat ik heb een beetje geplant. Brood is het best. Nee, daar kunnen ze groeien, Justin. Daar kan netherite uitgroeien. Justin, nee, Justin, niet doen. Justin zit hier bij je. Doe het niet, alsjeblieft. Justin, je hebt hem niet weg laten vliegen, toch? Justin. Nee, Justin. Justin, stop. Justin. Justin! Nee! Oh god, ik ben echt bijna dood. Je gaat deze aflevering nog sterven. Want nu ik Silk Touch heb, kan ik dan ook niet die Amethyst Shards beter houden? Sebastian, wat vind je nou van dit? Ja, dat... Stomme Rick, hè? Kijk nou, kijk nou! Hoppa. Nou, doe je dat goed, Max? Weer. Oh, Max, je bent echt goed bezig. Ja, dit is een goede aflevering. Dit is gewoon mijn aflevering. Ik ben trots op jou. Volgens mij is elke aflevering een aflevering. Ja, dat is jouw speel, Max. Is elke aflevering onze aflevering. Oh. Maar dan niet die van Rick. Nou! Ik moet niezen, jongens. Hij zit vast. Wat je nies? Ja. Moet ik even helpen? Oeh. Ja, weet ik ook niet. Moet ik even helpen. Maar hoe zit een nies ook vast? Ja, gewoon. Zit op slot. Doe hem nooit open dan. Dat zijn gewoon normale vragen. Nee. Oké, jongens, ik ben weer terug bij de locatie. Ik neem nog heel even wat extra van die... Dacht ik, even kijken. Eerder nu pas. Even kijken hoor. Ik heb de Mangrove root. Hoe? Dat weet ik niet. Ik ga deze pak zo doen. Ik hoor het niet goed. Hoppa. Mangrove root. Ik ga zoveel mogelijk receptings meenemen. Dan kunnen we ze thuis ook gewoon planten. Oké, ik neem mijn bootje mee. En dan kom ik terug met geweldige loot. Ik ben heel benieuwd. En dan ga ik kijken wat jullie allemaal gedaan hebben deze aflevering. Ik vind het niet leuk dat je dit nou zegt. Nee. Wat? Wat? Ja, kijk, ik neem het initiatief om gewoon... Ja, maar je weet donders goed dat ik meneer, jij neemt geen initiatief. Jij neemt gewoon het makkelijkste waar je veel punten mee kon scoren. Ik ben voor mijn leven aan het avonturieren. Ik ben voor jullie leven aan het zorgen. Dankjewel. Ja, klopt dat mij even goed in. Rick! Nee, Justin. Justin, was een geintje. Justin, dat was een geintje. Anderhalf hartje. Rick, jouw geintjes vind ik echt ongelooflijk irritant. Als er nog één keer een geintje is, ja? Dan stuur ik Sebastian volgende aflevering op jou. Echt? Ja. Dat is gezellig eigenlijk. Ik ben echt groen bezig vandaag. Hé, je doet een keer wat. Dat is wel echt sick. Hoppakee, een sapling erbij. Hoppa. Doet hij weer hoor. Doe ik weer inderdaad, hé. Nee, jongens, we zijn allemaal goed bezig. Kijk, ziet u wat ik dat zeg? Dat doet Rick ook nog wat nuttigs, dus we zijn echt allemaal goed bezig. Ja, wat wil je doen dan? Ja, iets doen. Ja, ik heb spiderwebs nodig. Dan kan ik weer iets doen. Hier, spiderwebs 3. Ik bedoel gewoon string. Of ja, string, ja, bedoel ik. Oh ja, even kijken. Mag ik dat doen, Rick? Kijk ook op ja, wacht, ik ga een kleurtje voor je pakken, dan kan jij ook iets doen. Ja. Zo. Hebben we nog ergens botten, weet je? Ja, Rick, in jouw lichaam. Oh, oké, Justin. Dat klinkt heel duister, hè? Oh! Die twee samen. Oh, ik ben een beetje vol. Kan je gewoon in je inventory doen. Rick, komt ie, hè? Ja. Hoppa! Goed bezig, Justin. Die gaan we aansteken en die gaat hier nooit meer uit. Oké. Hebben we het eeuwige vuur gevonden? Staat er nog? Ja, het eeuwige vuur. Ja, het eeuwige vuur. De groene kaas. Omdat ik groen bezig ben voor deze aflevering. Zullen we elke aflevering een kaars opsteken met het thema wat we aan het doen zijn? Dit keer nu is het groene vingers van Justin. Ja, en de volgende keer... Ja, maar als we iets gaan slachten, dan moet dit rood worden. Ik heb hier toevallig een rode kaars. Dus dat is voor de volgende al goed. Ja, want de volgende keer, Rick, weet je wat dan... Ja, maar kunnen we niet dan beter in het monumentenhuis gewoon een prachtig plekje maken? Nee, doe maar, Rick, doe maar. Ja? Mag ik dat doen? Doe maar een plekje waar we elke aflevering een nieuwe kaars gaan steken. Nee, Justin, jij hebt niks te overleggen. Ik ben deze aflevering even wat gemeener dan jullie, het spijt me. Ik merk het. Ik heb elke keer zo'n joch die allemaal rotzooi op mijn farm gooit. Wie dan? Ja. Wie dan? Ik ben weg, dat kan maar één iemand zijn. Nou, ik ben blij met deze farm. Welke houtsoort missen we nou nu nog? Volgens mij een beetje Dark Oak. Zal ik eens even kijken voor jou? Hey? Ja, doe jij eens even kijken. We missen nu nog een beetje Dark Oak. Ja, Dark Oak. Volgens mij blauw netherhout. Ja. Oké. Und, ja. Gewoon dark. Muddy mangrove root. Muddy mangrove root, kan dat? Waarmee doe je dat? Ik heb mangrove roots hier. Ja, dat weet ik niet. Zal ik het even zoeken voor jou? Muddy mangrove root. Waarom hebben we ook echt gewoon 0,0 hout? I have it. You make it met modder. Ja? En die blaadjes. Maar dat had ik dus net kunnen doen. Waarom heb je dat niet gedaan? Waarom heb je dat toen niet gedaan? Omdat ik bezig was met... anders. Met anders. Dat is heel belangrijk. Nee, ik ga het nu doen. Ik heb hier mangrove root. Dan hoef ik alleen nog maar het huis hierin. En dan hoef ik even hier moet ik vinden. Mut dat echt? Moet je dan gelijk lachen of zo? Ja, want ik wist dat dat een hele goede grap was. Kom maar, lach niet nou. Wat was de grap? Jij hebt zeker niet zoveel vrienden thuis. Dus. Nee, ik heb echt niks. Wat zielig, Max. Hoezo? We hebben ook gewoon de realiteit. Hier, kijk. Bonk, bonk, bonk. Zo. En dan... Oh, hier, kijk. Dankjewel, Justin. Alsjeblieft. Ja, geen probleem. Justin, als beloning heb ik wat voor je. Dan mag jij er wat mee doen wat je wilt, oké? Moet ik het opruimen, weggooien? Moet ik... Nee. Dit hoort bij jouw taak van vandaag. Ah, leuk. Dit kan je als decoratie gebruiken. Echt? Waar ben je? Hier. Waar? Oh, daar. Wacht, kom naar je farm. Ik kom naar je farm. Kijk. Sowieso moet hij nog belicht worden. En ik heb dit. Echt gewoon heel veel. Ah, ja, thanks. Dan kan je als decoratie gebruiken. Ah, vet. Ja, hè? Kan je het belichten en decoreren. Nou, welke aflevering is dit? Nee! Weet ik niet. Aflevering... 17 of zo. Ik ga nu kijken welke dit wordt. Wat vinden wij belangrijk, jongens? Decoratie of farm? Decoratie. Zal ik gewoon de hele farm decoreren en dan staan er hier en daar wat plantjes? Nee. Jongens, we hebben 75,6%. We zijn bijna 6% gestegen in één aflevering. We hebben 800 items, bijna 800. Echt? Van de 1048. Ja, we zijn er bijna. We zijn bijna bij het einde van deze serie. Jee. Jeetje, mineetje. Alleen de laatste blokken gaan wel moeilijk worden. Er moet 1 houtsoort nog van de normale wereld en dat is Dark Oak. Dan hebben we al het houtsoort al. Dus dat is goed. Dat is gewoon goed, hè? Ja, we gaan echt goed, moet ik zeggen. Dit vind ik ook mooi. Ja, heb je gedecoreerd? Oh, kijk, Justin decoratie. Justin, waarom zat het in de fik? Decoratie? Decoratie, oké. Dit is de heilige... Je moet er nog even licht komen. Hier moet nog een lampje. Oh, sorry. Nou, als je geen lampje wil, dan moet je het gewoon zeggen. Nee, is goed. Jongens, ik vind het mooi. Ik ben trots op ons. Thanks. We hebben best wel veel gedaan. Rick, waar ben je? Ik ben bij de kistenkamer. Het valt mij nu pas op dat het dak daar mist of zo. Wat is er gebeurd? Waarom mist het dak daar? Wat dak? Nou, bij het cacaohuis. Ja, maar het huis is ook niet symmetrisch. Oh! Justin! Het huis is ook niet symmetrisch. Nee, het is echt het lelijkste huis, maar dit is het cacaohuis. Dit is wel het heilig huis. Ja, dat ook. Maar gewoon niet zeuren. Wacht, laat even. Ik fix het wel even. Ik ga het dak wel even fixen. Nee, maar ik kan het. Ja, maar Rick, weet je waarom dat is? Nee. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Ja, maar ik weet het, misschien zie ik hier bliksem ingeslagen of zo. Nee, jij bent een keer bliksem die ingeslagen is op Rick. Zo, gefixt. Oh nee, Rick, gadverdamme. Zou ik het ook even extra verlichten? Dat het extra... Nee, niet de torch erop doen, dat kan niet eens. Kan niet. Nee, maar dit is top. Oké. Jongens, kijk wat Justin nou heeft gedaan, wat goed. Ja, Justin, ik ben trots op jou. Ik heb gewoon 377 items, dus ik ben ook gewoon echt heel goed gegaan vandaag. Rick heeft... Ik heb Netherite. Ja, op zich. En ik heb nog iets moois gemaakt. Willen jullie even met me meelopen? Ja. Oh, oké, dit gaat het goed maken. Ik heb zelfs vuur om het te vieren, Rick. Ja, kijk, we hebben hier aflevering 16, dat is deze. Oh, groene vingers. Met als naam groene vingers. Met een groen kaarsje. We gaan labelen van hem nu. Steek hem maar aan, Justin. Nee, Justin, steek een kaarsje aan. Ja. Groene vingers van Justin. Volgende aflevering. Oh, oké. Mensen kunnen ook thema's achterlaten, dus. Ja. Jongens, laat nu in de reactie een thema achter voor volgende aflevering wat de kaars moet gaan zijn en de quote bij. Groene vingers is voor de... Hij heeft hem echt uitgeblazen. Ja, goed, hè? Steek hem aan. Ja. Goed jongens, laat zeker in de reacties dus thema's achter voor de volgende kaarskleur en de quote die erbij moet. In ieder geval voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker niet te abonneren. Vond je het nou zo'n leuke video? Kijk dan nu lekker deze video. Wow, die is leuk. Hier was Justin ook aanwezig. Nee. En dat vond hij heel leuk. Hij had onze kleren aan. Nu tot de volgende keer. Steek later luisteren.